een voorbeeld, maar ik weet niet of dat wel goed ligt in Brabant, is dat Brabantse worstenbroodje. Ja. Ah, wij voelen dat, hè. Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in 's-Hertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Harry-Lou Nillessen. Ha, Anton, daar zijn we weer. Dag, Marilou. Bij de 5e editie van het geheugen van Brabant. Het lijkt bijna wel een traditie te worden. Je zou het bijna zeggen. En dat komt mooi uit, want dat is ook het thema van deze editie. En daarvoor hebben we onder andere Ineke Stroeken te gast. En zij neemt ons verder mee in de wereld van tradities en de betekenis daarvan. En voor de rest hebben we een leuke vondst over de laatste strohalm. En we hebben nog een filmpje. Over de mooie traditie van rommelpotten. Ja, en verder gaan we ook door met het onderzoek naar Marietje Kessels. En we hebben nog veel meer. Laten we maar gauw beginnen. Topplan. Vondst van de maand. Ha, Margot, daar ben je weer. Ja. En je hebt iets bij je. Nou, ik ben gewend dat je wel vaker oude documenten meeneemt. Maar wat zit daar nou nog aan, zeg? Ja, dat is heel opmerkelijk. Er zitten strohalmen met een kopspeld vastgehecht aan dit oude stuk. Dit document is uit 1657 en is afkomstig uit de civiele processen van de Schepenbank van Tilburg en Goorlen. Dat is een hele mond vol. Ja, inderdaad. En even voor de luisteraars, die Schepenbank, dat is wat nu het college van burgemeester en wethouders is. Okay. Ik kreeg die tip trouwens van John van Erf. Ik wil zijn naam toch wel even noemen, want het is die strohalmen maken dit stuk echt wel heel bijzonder, want dat zie je normaal nooit. Nee. Nou, kijken we naar het document. Ik haal het er even bij. Kijk, dan zie je, ja, los van die strohalmpjes, die het natuurlijk heel bijzonder maken, ja, zie je ook een heel onregelmatig handschrift. Het is bijna niet te ontcijferen. He, je ziet van die dunne en van die dikke slagen. En nou, in het bovenste gedeelte van het document lees je dat de voogden van enkele minderjarige kinderen in het jaar 1657 eisen dat een huurder zijn achterstallige huur van 30 carolenschulden betaalt. Carolenschulders? Weet jij wat het is? Ja, nou, een carolenschulden, dat is een oude zilver of gouden munt die in de tijd van keizer Karel V werd geslagen. En dan heb je het over, nou, 1500, 1560 ongeveer. En als je het dan hebt over 30 carolenschulden, dan heb je het over een koopkracht van 388 euro. Oké, dus een flink bedrag. Zeker, absoluut. Nou, in het onderste gedeelte staat vermeld dat deze voogden met de kinderen, met medeweten van de schepenen, een week later zelf de achterstallige huur bij de schuldenaar zijn gaan ophalen. Ze hadden dus kennelijk dat geld hard nodig. Maar dan vraag je je af, wat doet die strohalm? Wat doen die strohalmpjes daarop? Ja. Nou, kijk je in de schepenprotocollen, dan kom je met enige regelmaat de term halmelingen of helmelingen tegen. En meestal komt deze term voor bij overeenkomsten van koop en verkoop van onroerend goed. En het was dan een gewoonte dat een verkoper bij het vertijen, hè, dat is het overdragen van het goed aan de koper, een strohalm overhandigde. En daarmee, hè, dus met die symbolische handeling, liet hij zien dat hij afstand deed van zijn goed en van de rechten daarop. Ja, en ik denk dat dit bij dit document ook plaats heeft gevonden. Want de voogden hadden de achterstallige huurpenningen van de huurder ontvangen. En er was dus eigenlijk geen verdere grond om de gestelde eis te handhaven. En ze trokken de eis dus terug. En ze gaven aan de schepenen, of aan de secretaris natuurlijk, die strohalmen. En daarmee deden ze dus afstand van hun eerder gestelde eis. En de secretaris heeft vervolgens die strohalmen als bewijsstuk van het afstand doen aan het betreffende document vastgehecht. En zo kan het zijn dat wij meer dan 350, eigenlijk meer dan 360 jaar later dit document zien met die strohalmen die er nog eigenlijk in fantastische conditie uitzien. Ja, inderdaad. Want
Nou, je ziet de leeftijd er niet aan af, zou ik zeggen. Nee, absoluut niet. Nee. En wat ik ook zo grappig vind, Marilou, weet je, er staat ook... Ja, kijk, je hebt wel eens van die woorden, hè? Zoals in dit geval een strohalm, een laatste redmiddel... of je vastklampen aan een strohalm. En het zou best wel eens kunnen zijn dat dat afgeleid is, hè? Dat gezegde en die woorden, dat die afgeleid zijn van deze handeling. Ja, nou, dat lijkt me voor de hand liggend. Dus... Ja. Denk ik ook. Maar deze vondst was voor jou niet jouw laatste strohalmen? Dat hoop ik niet. Ik vind hem erg leuk, dankjewel. Oké, dank je. Wil je nu zelf zien hoe die strohalm eruit ziet? Ga dan naar bhic.nl/podcast. En daar vind je trouwens ook het filmpje waar Mathilde het zo meteen over heeft. Brabant in beelden. Mathilde, je moet me nou toch echt even helpen, hoor. Waar luisteren we nu naar? Dit is het geluid van een rommelpot die je hier hoort. En dat is een hele oude traditie. En ik kende daar wel veel foto's van en ook wel wat stille films. Maar we hebben nu een filmpje gevonden waarin je ook het geluid echt kan horen van die rommelpot. En daarom wilde ik je dat graag laten horen. Ik kan me voorstellen. En wat is het dan precies? Ja, het is een gebruik wat stamt uit de middeleeuwen. Een rommelpot is eigenlijk een heel eenvoudig muziekinstrument. Net als een trommel, een beetje vergelijkbaar. En je hebt er eigenlijk alleen maar een blikje of een potje voor nodig. En een varkensblaas, wat voor ons nu... Ik zou niet weten waar ik het zou moeten krijgen. Maar dat was vroeger redelijk makkelijk om daar aan te komen. En een touw en een rietje. En die varkensblaas die moest dan gedroogd worden en die spande je dan... over het blikje of het potje heen met het touwtje. En in het midden moest er een soort kuiltje komen waar je dat rietje in vastbond. En dat typische geluid wat je net hoorde, dat krijg je door met je hand over dat rietje heen te schuiven. En dat moet in een flink tempo gebeuren. Dat kun je ook goed zien in het filmpje waar het geluid uitkomt. Maar dat is eigenlijk de basis van het instrument. En het was een instrument wat werd gebruikt als begeleiding van bedelliedjes in de middeleeuwen. Waarmee mensen op straat geld probeerden op te halen of iets te eten. En het filmpje waar het uitkomt, dat komt uit 1973. Dat is een rommelpotwedstrijd werd er toen gehouden. En wanneer ging je eigenlijk met een rommelpot de straat op? Hier in Brabant, de traditie was op vastenavond. Dus de dinsdagavond voor vasten. En dan liepen kinderen met zo'n rommelpot al liedjes zingen. Het gingen ze langs de deuren. Om net als eigenlijk die middeleeuwse traditie bedeliedjes te zingen. En dan vroegen ze om een appel of om een snoepje of om een cent. Ja, want daar, ik ken het zelf heel slecht. Maar ik ken wel dus die stroven van rommelpotterij. Geef me een centje, dan ga ik voorbij. Het komt dan uit zo'n lied, neem ik aan. Dat is inderdaad zo'n tekst uit zo'n liedje. En het valt mij heel erg op dat die liedjes... Iedereen herinnert zich die anders. Dus iedereen die met zo'n rommelpot heeft gelopen als kind... die kende een ander liedje. Dat inderdaad dat Jan, het is vastenavond, dat zat er heel vaak in. Ook vaak een zin over pannenkoek zat er vaak in. Er zijn een aantal woorden of tekstdelen die in die liedjes wel vaak voorkwamen. Maar er zaten ook heel veel varianten in. En het werd ook mondeling doorgegeven. Gewoon van generatie op generatie. Of van vriend op vriend, broer op zus. En zo is het een soort mondeling doorgegeven liedjestraditie. En er was ook vaak een eigen invulling aan de tekst zoals die was onthouden, denk ik. Ja, ja. Volgens mij heb je een fragmentje van zo'n liedje. Hij is lastig om... laat ik zo zeggen... De geluidskwaliteit laat wat te wensen over, maar het is wel heel leuk om naar te luisteren. Zet hem eens aan. Ik ga hem je laten luisteren. Ja, het is inderdaad, het is echt niet goed te verstaan. Maar we zijn al heel blij dat we een stukje geluid hebben kunnen vinden van het rommelpotten. En dus niet alleen van het geluid van die rommelpot, dus van het bewegen van dat rietje in die varkensblaas. Maar ook van de tekst. Ik denk dat ze hier zingen, dan ga ik naar de buren, dan laat ik mijn potje schuren. Dan ga ik naar de Fransen, dan laat ik mijn potje dansen. Hier een stoel en daar een stoel en op iedere stoel een kussen. Meske, hou u ook kinnebak toe of ik douw er een pannenkoek tussen.
Oké. Tja. Dus ik ben ook heel benieuwd. Dit is in Haren opgenomen, maar we hebben uit allerlei verschillende plekken weten we dat er dit soort teksten werden gezongen, ook over die pannenkoek. Dus ja, misschien dat mensen die dat toen hebben gezongen nog weten waar de tekst op slaat. Maar het zou net zo goed kunnen zijn dat het zo'n oude tekst is, dat het gewoon wordt doorgegeven. Net als je vaak met kinderliedjes ziet. Hè. Dus dat eigenlijk weten we niet zo goed wat we zingen en waarom we het zingen. Maar ja, zo gaat de tekst nou eenmaal. Het is, eigenlijk is het heel mooi en misschien ook wel bijzonder dat zo'n fragment nog bewaard is gebleven. Want het was zo bijzonder en niemand had natuurlijk een telefoontje om een filmpje te maken. Ja, dat was in die zin, het was natuurlijk ook gewoon een gebruik wat in heel veel plaatsen was. En heel veel kinderen liepen met zo'n rommelpot rond. En dat neem je ook niet zo snel op dan dat geluid. Nee. Er zijn wel foto's van bekend en zelfs hele oude prenten ook van mensen die met zo'n rommelpot lopen. Maar dit is wel heel bijzonder dat we er het geluid van hebben. En het is misschien nog wel leuk om te vertellen dat die varkensblaas, dat is natuurlijk voor ons, ja, wat ik net al zei, ja, hoe kom je daar aan, zo'n varkensblaas? Maar vroeger hadden hier in Brabant, hadden heel veel mensen hadden wel een varken thuis. Mm-hmm. Of in ieder geval in de familie. Die dan in november zo'n beetje in het najaar geslacht werd. En van zo'n varken werd echt alles werd gebruikt. Dus er werd vlees van gemaakt, er werden worsten van gedraaid. Alle onderdelen werden gebruikt. Maar de blaas, de pisblaas, zoals die ook wel werd genoemd, die werd eigenlijk nergens voor gebruikt. Dus die mochten de kinderen dan hebben. En die bliezen ze dan op. Dat is een soort ballon. En dan werd die te drogen gehangen. En dan zo tegen vastenavond, dan was die blaas droog genoeg om te gebruiken als vel voor die rommelpot. En die blaas, wie die dan kreeg, dat was op sommige plaatsen was dat dan het gebruik dat het kind wat het kont van het varken durfde te kussen, die kreeg de blaas. Zijn het toch bijzondere tradities als je daarop terugkijkt? Hè? Ja, ja. En kennelijk was het de moeite waard, want die kinderen lopen allemaal met van die rommelpotjes, zie ik hier op een foto die je hebt meegenomen. Ja. Dus het risico werd genomen. Ja, dat was natuurlijk een instrument wat je zelf, want je kon het zelf maken en het kostte je niks. Nee. Dus dat was eigenlijk heel inclusief dat iedereen daaraan mee kon doen, aan die traditie. Nou, bedankt Mathilde. Bedankt dat je ons hebt meegenomen in de wereld van de rommelpot. Straks praten we trouwens met Ineke Stroeken. En zij vertelt nog veel meer over bijzondere tradities in Brabant. Maar jij hebt nog een klein fragmentje van het geluid van de rommelpot. Zullen we daarmee afsluiten? Gaan we doen. Dankjewel Marilou. Joep. Uit de Udense Courant van 15 april 1922. Kerkelijke berichten. Pascommunie van eerherstel. Wij herinneren de talloze leden van het Genootschap der Eerherstellende Pascommunie aan het volgende artikel der statuten. De leden van dit genootschap nemen op zich ieder jaar gedurende den paastijd buiten hun eigen paascommunie minstens ene heilige communie van eerherstel te doen met het inzicht hierdoor de plaats te vervangen aan het eucharistisch feestmaal van een dier ongelukkige katholieken die hun paasplicht niet vervullen. Niemand verzuimen, het is voor het heilig hart. Bekendmaking. De Goudvos Stamboek en Premiehengst Rêve d'Or Deremo van de kinderen Jansen te Gassel komt iedere donderdag van 8 tot 12 uur te Zeeland, Café Zegers, en van 2 tot 5 uur Café van Wiegen te Reek, de hengsthouders. Stem uit het verleden. Ik wil de minste ook niet wezen op den verjaardag van mijn man. Ik zou het daarom eens proberen of ik ook wat rijmen kan. Kom dan vrolijk maar begonnen, kunstig kan het toch het zijn. Statig, dat is ook niet nodig bij een stevig glaasje wijn. Gelijk dit glas neemt aan de kleuren van het vocht dat het bevat, moet ik als gij bedroefd zij treuren, juichen wanneer gij vrolijk bent? Laat het genoeg zijn met deze mensen, vult het glas en leeg de kan. Vrolijk zijn hier alle mensen. Leef langer nog, mijn lieve man. Dit gedicht is geschreven door Alida Johanna von Schmidt auf Altenstadt. En zij is de echtgenote van Stefanus Hanenwinkel, een dominee die vooral bekend is door zijn reizen door de meierij. Alida en Stefanus krijgen samen 14 kinderen.
En uit onze archieven blijkt dat het gezin Hanewinkel een bijzondere traditie heeft. Geen verjaardag in het omvangrijke gezin wordt gevierd zonder gedicht. Het vers van Alida aan haar man is rond 1800 geschreven. En je hoorde de stem van Jikke Schepers, student aan de Koningstheater Academie in Den Bosch. Op het podium. Welkom, Ineke Stroeken. Je hebt een hele lange staat van dienst, hè, op verschillende terreinen. Maar ik zie volkscultuur en tradities steeds als een rode draad terugkomen door je loopbaan. Bovendien ben je meer dan 30 jaar directeur geweest van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Nederland, zeg ik het zo goed? Ja hoor. Okay. Wat fijn dat je nu bij ons bent. Ik ben begonnen vanuit mijn interesse voor volkscultuur. Dus de cultuur van het dagelijks leven van gewone mensen. Alledaagse dingen. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg veel. En op een gegeven moment ben ik me gaan specialiseren in tradities. Dus de cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat is aan de ene kant neem je het over van je ouders en grootouders en nog verder. En aan de andere kant geef je het weer door aan je kinderen en kleinkinderen. Dus aan een traditie, dat is altijd iets van nu. Maar daar zit een historisch verhaal aan vast. Soms weet je dat helemaal niet, maar maakt niet uit. Mm-hmm. Dan moet ik het kunnen vinden. Mm-hmm. Maar je geeft het ook door aan de toekomst. Dus het is eigenlijk iets op scheidslijn van heden, verleden en toekomst. En dat vond ik altijd ontzettend interessant. En kun je, omdat het zo ver teruggaat, kun je überhaupt wel een oorsprong van een traditie aanwijzen? Of werkt het zo helemaal niet? Nou, soms kun je een oorsprong aanwijzen, maar meestal niet. Maar dan kun je zeggen van, nou, de eerste keer dat het in een historische bron voorkomt, was toen en toen bijvoorbeeld. Hè. Wat zijn nou belangrijke Brabantse tradities? Onderscheiden ze zich echt per provincie? Nou, kijk, wij keken eigenlijk nooit naar of het nou typisch Nederlands was of typisch Brabants, maar dat het in een plaats dus echt gevoeld wordt als erfgoed, hè? Als hun immaterieel erfgoed. Hè? Als, want immaterieel erfgoed heeft ook te maken met identiteit. Hè? Dus als het behoort tot hun identiteit. Bij immaterieel erfgoed moet je als professional altijd aan de zijlijn staan. Dus de mensen zelf zeggen van, dit is ons immaterieel erfgoed. Nou, een voorbeeld, maar ik weet niet of dat wel goed ligt in Brabant. Is dat Brabantse worstenbroodje? Ja. Ja, wij voelen dat. Hè. Toen ik in Utrecht studeerde, ja, ik moest die Brabantse worstenbroodjes hebben. Want dat was het gevoel van thuis. Hè. Ja. Het gevoel van thuis, dat is immaterieel erfgoed. Hè. En, maar ja, toevallig moest ik laatst mijn interviews uit de jaren 70 uitwerken. Had ik ergens voor nodig. En toen ben ik, dat ging over eten. En toen kwam ik tot mijn verbazing nergens het Brabantse worstenbroodje tegen. Dus ik ben het nog eens gaan vragen naar mensen die, ja, die ouder waren, nog als ik. Ja. En zei, ja, nee, ja, wij hadden eigenlijk geen Brabantse worstenbroodjes. Ja, dat is pas later gekomen. Hè? Kijk, ze bestonden zeker. Want de Romeinen hadden al een variant van een worstenbroodje. Maar kijk, dat het echt als identiteit is, dat is eigenlijk pas na de oorlog gekomen. Want toen hadden wij ook behoefte aan om ons te onderscheiden van dat noorden. En zo'n worstenbroodje, dat paste wel bij wat wij wilden zijn. Hè? Ja. Dus zo kan een traditie ook. Die groeit ook mee. Hè? Ja. Tradities, dat is een kenmerk van tradities, is dat ze altijd dynamisch zijn. Want je geeft ze over naar de volgende generatie. Ja, en die volgende generatie, daar moet het wel aan een behoefte voor doen. Hè? Mm-hmm. Kijk, ik verwacht nog altijd een light oliebol. Ja, want wij eten allemaal oliebol, maar we denken ondertussen wel van, oeh, zoveel calorieën. Kijk, als dat niet meer past in die tijd, dan gaan mensen op zoek naar een variant ervan. Hè? Mm-hmm. En dat mag ook. Ik vind tradities moeten per definitie dynamisch zijn. Als je dat niet doet, als je zegt van, je doet er een stolp overheen, dan wordt het eigenlijk folklore, dode cultuur. Hè, dan wordt het iets wat je opvoert. Maar dan het moet namelijk altijd in de harten, en soms in de handen en in de hoofden van mensen zitten. En dat is het mooie van van tradities en van immaterieel erfgoed. Ja, en je zei net al iets over het belang met identiteit. Is er meer nut en noodzaak van een traditie of van tradities in het algemeen? Ja, nou kijk, tradities zijn ook, ze worden ook roots genoemd, hè, je wortels. Hè. Mm-hmm. Dus het zijn ook de wortels waarmee je
geaard bent in een samenleving, in een cultuur. Hè? Neem je mensen, nou, bijvoorbeeld Nederlanders, die naar Nieuw-Zeeland verhuisden in de jaren 50, neem je die hun tradities af? Of mensen die nou uit Oekraïne komen, mm-hmm. en je zegt van, jullie moeten maar meteen onze tradities overnemen en die van jullie zijn niks waard, dan krijg je ongelukkige mensen. Dat is je aarde, dat is je vastigheid. Het is waarmee je verbonden bent met mensen. Hè? Dus het is heel erg van belang. Maar juist, kijk, normaal denk je daar helemaal niet bij na. De meeste tradities zijn ook onbewust. Maar als je met je denkt er pas over na, als mensen een andere traditie hebben, hè? Als mensen denken van, hè, waarom doen jullie dat eigenlijk? Dan denk je, ja, ik dacht dat iedereen dat deed. Ja. En dat het altijd zo geweest was. En dat is dus niet zo. Nee. En daarom is juist in een multiculturele samenleving, hè, of een cultureel diverse, zoals wij dat nou zeggen, is kennis van je tradities heel belangrijk. Maar ook de dialoog met anderen, waarin je vertelt waarom een traditie belangrijk is, maar ook luistert waarom een andere traditie van de andere ook belangrijk is. Hè, en dat met respect doet ook. En kan het dan ook zo zijn dat tradities uit verschillende culturen samengaan tot een nieuwe? Ja, zeker. Ja, dat is gewoon dat is altijd gebeurd. Hè. Wij zijn natuurlijk altijd een land waar heel veel instroom was. Daardoor zijn we ook zo rijk geworden. En dat is ook onze cultuur natuurlijk. Nou ja, het beste zie je gewoon met eten en drinken. Hè. Ik bedoel, in de jaren 50 had nog niemand van die pizza's gehoord. Of ja, een enkeling. Mm-hmm. Ik weet nog dat ik met mijn ouders voor de eerste keer naar de Chinees ging. En mijn moeder zei van dat ze honden aten. En dat vonden wij als kinderen vonden we dat vreselijk. Nou ja, de Chinese eten is gewoon ingebed. Ja. Sterker nog, ik heb de nasi en de bami zoals wij die eten, heb ik in China nooit gekregen. Nee, dat, en nu zie je weer dat juist Chinese mensen denken van, we moeten weer terug naar de kern, naar onze eigen eten. En dat gaan we nu op de kaart zetten. En daar zijn wij dan ook weer in geïnteresseerd. Ja. Ja. Zijn er tradities waar je zelf een speciale band mee hebt? Waar je, die je het mooiste vindt of het meest interessant? Ja, het zijn er zeker. Kijk, Drie Koningen zingen vind ik echt. Ik snap niet dat wij daar niet meer aandacht aan besteden. Hè. Het is een Europese traditie. Hè. Maar Nederland is daar heel beroemd mee geworden. Het is een fantastisch feest. En ja, ik vind nog steeds, het heeft ook, kijk, een traditie moet altijd een actuele betekenis hebben. En Drie Koningen was juist bedoeld, dat was als, de midwinterperiode liep van 21 december tot en met 6 januari. In die tijd mochten mensen bedelen. Dan gaven ze een lied, hè? Drie Koningen, geef mij een nieuwe hoed. Hè? En dan daarvoor in de plaats kregen ze eten en drinken voor terug. En er werden ook andere liederen gezongen tijdens Drie Koningen, zoals hier in Tilburg in 1936. Nou, dat bedelen hoeft niet meer, hè? Maar het leuke is gewoon dat je omkleedt, je bent een keer een koning, hè? Dat je 's avonds met een lampje over straat mag gaan. Het is een het is gewoon een hele mooie, vrolijke traditie. Het aantal zangertjes loopt achteruit. Tilburg hebben ze dan het vierde geschenk. Dan gaan kinderen voor, die geven speelgoed voor kinderen die weinig speelgoed hebben. Nou ja, dat is echt de kernwaarde van het Drie Koningenfeest. Ja. En daarmee mag het uiterlijk mag helemaal veranderen. Maar als je de kernwaarde intact houdt, dan, ja, dat is helemaal prima. En ben je zelf ook nog langs de deuren geweest? Ja, ja. Prachtige foto's van. Ja, wij hadden, mijn moeder, er was altijd één zwarte koning. Ja, dat macht is tegenwoordig heel gevoelig. Hè? Mm-hmm. Maar wij wilden altijd die zwarte koning zijn. Hè? Ja. Iedereen in elk gezin, hè? Want ja, dan was je anders. Hè? Ja. En je wilt toch een rol spelen. Hè? Maar in de hele buurt werden de kinderen zwart gemaakt door een kurk in een gasvlam te doen. Maar mijn moeder had er iets op verzonnen. Je had Buisman, dat is een soort koffie, weet je wel. Ja. En die dacht, dat is makkelijk. En dan doe ik ze met Buisman smeren. Maar Buisman is minder stevig als
dat zwarte. Hè, daarom deed ze denk ik ook. Dus wij staan dan als bruine koning erop. Ja, ja. Fantastisch natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ja, ja. En al die verhalen. En ja, dat maakt ons ook dat wij geen saai land zijn. Hè? Je moet er niet aan denken dat je allemaal hamburgers eet. En cola drinkt. Het maakt ook dat er heel veel verscheidenheid is. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk als je het hebt over immaterieel erfgoed. Ja, nou, dank voor je toelichting. Het is duidelijk hoezeer je aan tradities het belang daarvan onderkent. En je kunt daar zeer levendig over vertellen. We hebben het nu in dit gesprek eigenlijk vooral gehad over mooie tradities. Maar tradities kunnen soms ook heel erg schuren. Dat is weer een heel andere kant van het verhaal. Nou, wil je hier meer over weten, bijvoorbeeld over de commotie die de Zwarte Pieten-discussie opleverde, en vooral Ineke, wat die ook met jou zelf deed, ga dan naar bhic.nl/podcast en klik op bonus. Dan praat Ineke en ik daar nog gewoon even verder. Old case, cold case. Het is woensdagochtend 22 augustus 1900, rond 10:30. Als Marietje Kessels in de Tilburgse wijk Noordhoek naar de brievenbus loopt. Maar 2 dagen later wordt het 11-jarige meisje dood aangetroffen, vlakbij in de kerk. Er volgt een lang strafproces. Er zijn verschillende verdachten, maar een dader is nooit veroordeeld. Samen met mijn collega Christian open ik de talloze dozen die over deze zaak gaan en bekijken we wat de archieven ons vertellen. De feiten vormen onze leidraad. Vorige keer zagen we hoe het lichaam van Marietje in de kerk werd aangetroffen. We stuitten op de foto van haar ontzielde lichaam in onze archieven en bespraken voor welke morele dilemma's ons dat plaatst. Dit keer horen we wat archiefstukken ons vertellen over het politieonderzoek. Is er goed detectivewerk gedaan of is er broddelwerk verricht? Hey Christian, we hebben echt heel veel materialen. Processen verbaal, getuigenverklaringen, correspondentie, krantenartikelen. Nou, noem maar op. Kun je op basis hiervan het onderzoek reconstrueren? Nou, zeker wel. In ieder geval voor een heel groot deel. Maar ik wil je eerst eens iets anders laten zien. Dit hele kleine envelopje. Kijk maar eens. Oh jee, dat is echt mini. Wat zou het zijn? Een centimeter of 3 hoog en nou max 5 breed. En er staat in een jaloersmakend mooi handschrift staat erop. Een stukje groen geverfde hout zijn de overtuigingsstuk behorende bij procesverbaal nummer 255-1H. De datum 12 juli 1901 in zaken de moord op Maria Kessels. De commissaris van politie Kaals. Hij lijkt het ook zelf geschreven te hebben. We herkennen inmiddels zijn handschrift. Ja. En dan in het envelopje daar zit een klein stukje hout, groen. Beetje ruw en met wat onbestemde vlekken erop. Ja, ja, onbestemde vlekken. Dat was ook wat Karels te horen kreeg. Die kreeg namelijk te horen dat er in de kerk plekken waren, bij het koor, waar onbestemde vlekken, mogelijk bloedvlekken van Marietje Kessels op zaten. Mm. En hij heeft toen onderzoek gedaan. Wij zouden vandaag de dag natuurlijk zo'n stukje naar het lab sturen, hè, voorzichtig met handschoentjes in een plastic zakje en niet meer aankomen. Maar Karels die pakte een natte spons en die ging er overheen over die vlekken om te kijken of het echt bloed was. Hè. Hij kon het dan beter zien met zijn loep. En dat bleek zo te zijn. Dat bleek echt bloed te zijn. Nou, of dat helemaal professioneel gebeurde op die manier, dat is natuurlijk de vraag. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je ook inderdaad daar vlekken op te zitten, wat dan de bloedvlekjes zouden zijn van Marietje Kessels. Wat een gek idee. Maar is het dan onkunde dat hij daar met een spons overheen gaat? Ja, onkunde of amateurisme. Ja, dat is natuurlijk op basis van dit ene voorbeeld niet zo te zeggen. En het is natuurlijk ook maar zeer de vraag, wat is goed onderzoek doen? Hè? In deze tijd is dat anders dan het in die tijd was. En misschien moeten we dat gewoon wat beter in context ook plaatsen. En gewoon eens kijken ook van hoe zag een politieonderzoek er in die tijd uit? Of hoe zag überhaupt de politie er in die tijd uit? En dan pak ik er weer dit oude boekje bij, wat je al een keer eerder hebt gezien van me. Het jaarverslag van de gemeente Tilburg uit het jaar 1900. Als we dat dan voorzichtig openslaan, want het valt
met iedere keer dat we het aanraken verder aan elkaar, dan zien we dat die gemeente op dat moment nou een dikke 40.000 zielen telde. Dus al best een hele flinke plaats was. Maar bladeren we dan een beetje door, dan zie je hier een paar bladzijden verder, zie je het hele politieapparaat opgesomd. Kijk, en hier bovenaan, daar zie je H. Karels, hè, Hermanus Karels te staan, de commissaris. En daaronder staat zijn hele club van manschap. Het zijn allemaal mannen natuurlijk. Hij is zelf commissaris van politie. En daaronder staat, ja, daar staat Soentjes, hè, maar je spreekt uit Soentjes. Dat was zijn hoofdinspecteur. Ja, we kennen, het lijkt er nou alsof je ze kent, hè, omdat je de namen vaker bent tegengekomen, denk ik, oh, die Soentjes, die herken ik wel. Ja, ja, klopt. Je gaat ze inderdaad een beetje kennen, zeker door die archiefstukken. En daaronder nog iemand die je kent, inspecteur Meivaart. Mm-hmm. Nou, daaronder volgen een aantal hoofdagenten. En dan alles bij elkaar, als je ze allemaal optelt, 38 agenten. En wat heel erg leuk is, is je kunt hier ook de datum van de benoeming van deze mensen vinden. En zo zie je bijvoorbeeld hier in deze kolom dat Karels, die is 1 november 1881 benoemd als commissaris. Want hij werkte er al veel langer bij de politie in Tilburg, hier al sinds 1 januari 1871. Dus hij is eerst een dikke 20 jaar eigenlijk inspecteur geweest. Mm-hmm. En ja, ten tijde van de verdwijning van Marietje en de moord op Marietje, was hij zo'n 7 jaar al commissaris, hoofdcommissaris. Die inspecteur Soontjes staat er ook bij. Die is vanaf 1 mei 1899 pas inspecteur. Dus dan zie je al, die zit eigenlijk pas heel kort op zijn post. En dat geldt ook voor die Meivaart. Zie je wel, 1 januari 1900. Dus het lijkt een beetje een combinatie van de ervaren rot met een jonge hond erbij. Ja, zeker. Hè? Een soort Morris en Lewis. Je kunt er zo'n televisieserie van maken. Ja. Maar kijk maar eens verder naar al deze benoemingsdata van al die agenten die daaronder staan. Ah ja, dus die zijn allemaal, een groot deel daarvan is in 1900 aangesteld. Ja, klopt. Ja, een hele zwik. Het lijkt wel alsof ze er vanaf dat jaar een heleboel agenten bij kregen. En dat is natuurlijk wel interessant om te weten. Ik ben ook wat verder gaan speuren en ik kwam bijvoorbeeld iets tegen in een verslag van een werkbezoek van de commissaris van de koningin aan Tilburg. In die tijd was dat van vorst tot vorst, een bron was dat. En die commissarissen die moesten iedere paar jaar, gingen ze toch wel alle gemeenten in de provincie af. En ze maakten daar hele nauwkeurige verslagen van, die lezen als een soort dagboek. En zo leer je een beetje van wat speelde er op zo'n moment in zo'n gemeente. Kijk, en hier, daar schrijven we bijvoorbeeld van vorst tot vorst. Op de 13e oktober 1900 kwam ik weder in de gemeente, Tilburg dus. Op mijn audiëntie verscheen Karels, commissaris van politie, die den Koster aanwees als de schuldige aan de moord op het 11-jarige dochtertje van Kessels in de kerk van pastoor Bergman. He, die moord die was toen pas 2 maanden oud, mm-hmm. Dus dit speelde ontzettend. Maar hij zegt ook iets interessants daarna. Even kijken. Het politiepersoneel werd in 1899 uitgebreid met 16 agenten. He, dus dat verklaart recente benoemingsdata. Dat heeft wel veel geholpen, vooral voor de Noordhoek, dus precies de wijk van Marietje, waar nu 10 agenten dienst doen tegenover vroeger 2. Toch is het getal nog maar amper voldoende. De agenten doen overdag 13 uur dienst en 's nachts 11. Hey, en Chris, ik had ook even nog wat oude kranten erop nageslagen. En dan mm-hmm. zien we inderdaad dat dat speelt, die uitbreiding van de politie. Want hier bijvoorbeeld in het Dagblad van Noord-Brabant van 24 november 1899. Daarin staat, in ene stad zo uitgebreid als Tilburg is het getal agenten veel te gering. En de aan te stellen 2 inspecteurs en 15 agenten hoofdzakelijk voor hun velddienst zouden zeker ten goede komen aan de landbouwstand en de meer afgelegen wijken waar baldadigheid en vernielzucht der jeugd te ver gaat. Dus daar besteden ze daar ook aandacht aan. En het geldt ook trouwens voor de Nieuwe Tilburgse Courant. Die verschijnt een maandje later. En die brengt in kaart wat het allemaal kost, die reorganisatie en uitbreiding der politie, zoals ze zelf zeggen. En als we alles bij elkaar optellen,
dan zit je daar op een bedrag van bijna 12.000 gulden voor meer blauw op straat. En dat is eigenlijk ook heel letterlijk, want bij die post zie je ook staan voor kleding en schoeisel, zowel voor inspecteur als de agenten. Dus als ik dat nou bij elkaar optel, hè, dus we hebben het verslag van de commissaris en we zien die krantenartikelen, ja, dan kan je voorzichtige conclusie zijn dat Tilburg heel snel is gegroeid met veel arbeiders en waar ook een grote groep jeugd is, maar dat de groei van het politiekorps daar eigenlijk flink op is achtergebleven. Ja, dat is ook wel interessant, want dan juist in dat jaar dat Marietje dus wordt vermoord, ja, hebben ze eigenlijk er een hoop man bij gekregen en willen ze ook professioneler gaan opereren. Ik kreeg overigens uit die reisverslagen van die commissaris van de Koningin echt ook jaar na jaar klachten over de politie door. Die Karels die kwam niet alleen in 1900, maar eigenlijk al die jaren wel terug om aan te geven dat de werkdruk te hoog was en er gewoon veel te weinig manschappen waren. Eigenlijk pas in 1917 dat je de melding vindt dat er voldoende personeel is. Dus dan weet je een beetje dat het een overwerkte en ook onderbezette politiemacht was in Tilburg. Ja, en wat ook opvalt, de krantenartikelen gaan heel vaak over vechtpartijen en baldadige jongeren. De politie moet vooral orde handhaven, maar ze zullen toch wel meer hebben gedaan dan dat? Ja, dat denk ik wel, maar over het algemeen toch wel heel veel orde handhaven. Want ik vond in datzelfde jaarverslag, kijk, hier heb ik het, daar vond ik een heel mooi overzicht van waar zijn nou in zo'n jaar allerlei processen verbaal voor uitgeschreven door de politie. En dan zie je dat in 1900... dat er een dikke 2000 processen verbaal zijn uitgeschreven, waarvoor 1000 wegens dronkenschap. Ja, dus de helft. Ja, inderdaad. Dus dat is dan ook zo'n beetje waar de politie blijkbaar het grootste deel van de tijd mee kwijt is. Je kunt ook een mooie top 5 samenstellen. Hè. Dronkenschap dus is met kop nummer 1. Maar ook bijvoorbeeld op nummer 2, daar zie je diefstal en stroperij. En op nummer 3, hier zie je met 94 processen verbaal toch nog, het maken van nachtelijk burengerucht. Dus gewoon het tussen beiden komen wanneer de buren net iets te veel lawaai maken. Allemaal ordeverstoringen. Er staan ook wel allerlei wat grappige misdrijven op. Zoals bijvoorbeeld het zingen van straatliederen of het spelen van verboden kansen, spelen, rijden in een hondenkar. Het mocht allemaal niet. En soms ook wel eens hele schrijnende dingen zoals deze. Het verlaten van kinderen in een hulpbehoevende toestand. Ja, dus het zegt ook heel veel over Tilburg in 1900. En wat je ook moet bedenken, het moet natuurlijk allemaal te voet, hè, die agenten. Want voordat die eerste fiets komt voor het politiekorps, dan zijn we al gauw 10 jaar later. Ja, en weinig mensen hebben natuurlijk telefoon, laat staan een mobiel. Dus die agenten op straat die zijn ook niet te bereiken. En dat proberen ze een beetje te ondervangen door veel posten uit te zetten op straat, zodat je weet waar collega-agenten zijn. En dan moeten ze blazen op een fluitje bij nood om te waarschuwen. Ja, dat doet me heel erg denken aan mijn jeugdboeken van vroeger. Kruimeltje en Pietje Bel en zo. Dat dan zo'n oom-agent blaast op zijn fluit en dan met een rode kop achter die qua jongens komt aangerend. Ja. Maar dit gaat vaak verder, hè, dan qua jongensstreken, want we zien ook wel dat er heel weinig ontzag is voor de politie. Bijvoorbeeld dat bij vechtpartijen de sabel van de agent wordt afgenomen en dan wordt hij er zelf mee verwond. Dus ze hadden het niet makkelijk. Ik heb nog een leuke foto gevonden op internet, Chris. Kijk eens naar deze meneer. Wat denk je? Ja, denk je erbij? Dat is een deftige oude man, zou je zeggen, met een indrukwekkend lange baard. Ja. We kennen hem natuurlijk. Jij in ieder geval, wie is dit? Ja, want dit is nou die Hermanus Karels. Hij is geboren in 1835 in Hoorn, dus hij is 65 als hij de zaak van Marietje Kessels voor zijn kiezen krijgt. Nou, dat is eigenlijk al aan het einde van zijn loopbaan dus. Ja, ook wel benieuwd wat het dan met zo iemand doet, want ik denk dat hij richting een pensioen aan het toewerken was en met zijn jonge agenten en dan eigenlijk ineens zo'n zaak voor zijn kiezen krijgt. Ja, hij had het waarschijnlijk zichzelf ook anders voorgesteld. Ja, we zeiden net al, een soort moors, maar die lost natuurlijk wel iedere aflevering een moord op. Terwijl de politie in Tilburg heeft zich dan tot dan toe bezig gehouden met die dronkenlappen en die vechtersbazen. En je vraagt je af, waren die wel toegerust op een dergelijke moordzaak? Wat vinden we eigenlijk terug in de archieven? Ja, nou toch wel heel veel documenten, hè, los van dat stukje hout wat hij zegt over het onderzoek. Maar ze kregen bijvoorbeeld ook een heleboel anonieme tips over die moordzaak.
Maar misschien is dat iets voor de volgende keer. Laten we dat doen. Ik ben heel benieuwd. En ben jij nou benieuwd naar het stukje hout dat hier voor mij ligt en die foto van de commissaris Kaals? Kijk dan op onze website bic.nl/podcast en klik dan op archiefstukken. Nou, volgende keer zoomen we dus verder in op het politieonderzoek en die anonieme tips. Zou daar de gouden tip tussen zitten? Blik uit het bik. Noord-Brabant is een provincie die sterk vasthoudt aan haar historie en de oeroude volksgebruiken die talrijk zijn, blijven dan ook door alle tijden heen in de Brabantse ziel verankerd. Aldus een artikel in het landelijk dagblad Het Parool van 18 november 1952. En dan volgt, naast een aantal voorbeelden van onaangename volksgebruiken, waarover zo meteen meer, een hele waslijst van de aangename kant van de zaak. Ik citeer. Zo bijvoorbeeld de charmante Brabantse keersters, die ook nu nog op vele Brabantse dorpjes bij een gouden bruiloft de bruiloftsstoet vooruitgaan, bewapend met versierde straatbezems, waarmee zij het gouden paar de weg schoonvegen en met de bezems in de aanslag een erehaag vormen. 50 jaar worden is niets bijzonders, in den Dungen echter wel. Want wordt daar iemand 50 jaar, dan krijgt hij Abraham voor de deur staan. Deze Abraham is een pop die wordt aangekleed volgens het beroep dat de jarige uitoefent of de liefhebberijen die hij erop nahoudt. In Kromvoort worden de jonge bruidjes op de avond voor de huwelijksdag uitgeschoten. De jonge lui van het dorp komen dan bij elkaar om met donderbussen en alles wat maar knalt het vrije leven uit te luiden. Ook de kinderen van Brabant delen mee in de schat van folkloristische gebruiken, waaraan dit gewest zo rijk is. Op 28 december, de dag der onnozele kinderen, loopt de jongen met het vest en de hoed van vader en het meisje met het hoofddeksel en de doek van moeder. De jongste is dan de baas in huis en mag zeggen wat men zal eten. 3 dagen later, 31 december, mogen zij vader en moeder zelfs opsluiten en pas loslaten nadat zij iets goeds beloofd hebben. Aldus het Parool in 1952. Nu, 70 jaar later, komen sommige van die gebruiken nog heel vertrouwd voor. De Abraham-pop is tegenwoordig zelfs ver buiten Brabant een gevestigde traditie. Andere zaken, daarentegen, zijn inmiddels helemaal verdwenen. Dat volksgebruiken door alle tijden heen in de Brabantse ziel verankerd blijven, is dan ook onzin. Sterker nog, veel tradities blijken helemaal niet zo oud. Vraag vandaag de dag een willekeurige Nederlander naar een voorbeeld van een Brabantse traditie en de kans is groot dat ze carnaval noemen. En laat dat nu net een traditie zijn die het Parool in 1952 helemaal niet noemt. In Tilburg werd in de jaren 50 geen carnaval gevierd, wist mijn vader mij te vertellen. Hij ging in die tijd te voet naar Den Bosch om daar de optocht te zien en te feesten. Carnaval, zoals wij dat nu kennen, bestond in de jaren 50 nog nauwelijks. En anno 2022 was het met carnaval in Den Birkuil, zo heet Berlicum tijdens die dagen, opvallend rustig. Alleen op de route naar Oeteldonk was het een komen en gaan van rood-wit-geel besjaalde types. Schaalvergroting, commercialisering, leegloop van kleine kernen. Tja, waar hebben we dat meer gehoord? Of het lokale carnaval zoals dat in de Brabantse dorpen de afgelopen decennia werd gevierd nog lang zal bestaan? Ik betwijfel het. Tradities komen en gaan. Dat laatste is vaak jammer, maar... En dan komen we nu bij de eerder beloofde onaangename volksgebruiken, soms ook een zegen. Terug naar het Parool in 1952. Het Brabantse volk duldt geen onrecht en wreedheid en het brengt dit tot uiting in het beruchte tafelen. 20 jaar geleden kwamen de bewoners van Berlicum bijeen om recht te spreken over een moeder en dochter die haar 80-jarige vader gruwelijk mishandelde. Het volksgericht besloot te tafelen. In de nacht gingen zij naar de woning van betrokkenen, bestormden het huis met heipalen en sloegen de inventaris kort en klein. Dit geval van tafelen of toffelen vond plaats op de avond van 12 oktober 1933 en haalde indertijd de nationale pers. En helemaal bijzonder is dat een fotograaf van fotobureau Het Zuiden naar Berlicum was gespoed om de ravage op de gevoelige plaat vast te leggen. Natuurlijk. De justitiële autoriteiten deden onderzoek en arresteerden zelfs 3 verdachten. Maar de plaatselijke gemeenschap zweeg. Om het daar op zijn Brabants? En bij gebrek aan bewijs werden de verdachten na een paar dagen weer vrijgelaten. En daarmee was de zaak afgedaan. In 1952 meldt het Parool nog
Berlicumse ingezetenen vertelden ons dat zulks ook nog heden ten dagen zou gebeuren wanneer een dergelijk geval zich weer voor zou doen. Ik heb het mijn dorpsgenoten niet gevraagd, maar ik denk, hoop en verwacht dat dat anno 2022 toch anders ligt. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, heb ik toch maar rolluiken voor mijn ramen laten monteren. Dat was hij weer. Bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan. Reageer. Stuur ons hartjes. Wat hebben we nog meer? Duimpjes. Duimpjes, inderdaad. IJskootjes, taartpuntjes, noem maar op. Alles is welkom. Volgende keer gaan we aan de slag met een onderwerp dat van alle tijden is. En dat helaas weer actueler is dan ooit. Namelijk... vluchtelingen.